Schepen plegen in een haven aan een ketting te liggen. Maar het Filipijnse vrachtschip Mindanao Lodger ligt in Rotterdam aan de ketting. Dat betekent dat de stuurinrichting verzegeld is, omdat schuldeisers van de rederij beslag lieten leggen op het schip. De rederij schijnt totaal aan de grond te zitten. De bemanningsleden uit het tropische land hebben al in geen maanden gage gehad. Ze waren totaal niet ingesteld op een langdurig verblijf in het winters Rotterdam. En hun gezinnen op de Filipijnen krijgen evenmin geld. Kortom, een noodtoestand. Deze situatie bleef niet onopgemerkt. Kranten vernamen van het geval en gingen erop af. Ze vonden een verkleumde bemanning met weinig of niets meer te eten. Lege voorraadkamers, ja zelfs een vrijwel lege keuken. Die verslagen bewogen de heer Knoops, de directeur van een inkooporganisatie voor ambtenaren, tot hulp. Hij verschafte kleren, voedsel en zakgeld en hij werd als een redder aan boord gehaald. Na zijn ingrijpen konden de bemanningsleden weer gewapend tegen regen en kou aan dek verschijnen. In keuken en koelcellen is weer wat voorraad gekomen. En als ze nu de kok horen luiden, weten ze waar de lepel hangt. Nu is het wachten maar op het ogenblik dat het schip weer van de ketting komt. In die tussentijd wordt er geschaakt met stukken die het wel wenselijk maken dat niet iedereen aan boord zo'n spel maakt. Want dan houdt de Mindanao Lodge geen machine meer over om ooit Rotterdam te verlaten.